De natuur maakt zich op voor de aankomende winter. En tijdens de komende 30daagse periode zien we steeds meer hoge drukgebieden onze kant op bewegen. Komt daarmee ook voorzichtig de winteropgang? We gaan het bekijken aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten. Achter mij de weerkaart voor aankomende week met de luchtdrukafwijking. In dit geval in onze omgeving vooral een positieve afwijking. Dat betekent dat er meer hoge drukgebieden aanwezig zijn en dat de laagdrukgebieden. Veel meer op andere plaatsen te vinden zijn, ruim ten noorden van ons bijvoorbeeld. En onder dat hoge drukgebied is het dus relatief rustig weer. De oceaanstoringen trekken met een wijde boog ten noorden van ons land langs. Daar is het wisselvallig, maar bij ons is dat dus niet het geval. Onder de vleugels van het hoge drukgebied is het boven Centraal-Europa wel aan de koude kant. De nachten zijn lang. Kan later in de week in Centraal-Europa toch op uitgebreide schaal in de nachten licht gaan vriezen. Aan de andere kant van het hoge drukgebied met winden vanaf de Atlantische Oceaan over de Britse eilanden vrij zacht weer. En Die zachte lucht weet helemaal door te dringen tot de delen van Scandinavië. En dat is toch over het algemeen het brongebied voor ons voor de aanvoer van winterse kou. Nou, voorlopig is daar dus in de aankomende weken in ieder geval geen sprake van. Op de weerkaarten zien we deze ontwikkeling ook de komende dagen duidelijk terug. Ten zuiden van ons ligt een hoogdrukgebied. Ten noorden ervan dit weekend wat meer invloed van lage druk, ook in onze omgeving. Het is wat wisselvalliger. Maar na het weekeinde zorgt dat hoogdrukgebied ervoor dat die regengebieden veel meer ten noorden van ons passeren. En dat hoogdrukgebied trekt dan in de loop van de week wat meer richting centraal Europa. Ook daar dus dat hele rustige weer. Maar in de loop van de week zien we dan ook weer een nieuw hoogdrukgebied tot ontwikkeling komen. Even ten zuidwesten van ons. En dat breidt zich dan wat meer uit naar het noorden. En met zo'n noordenwind kan dan koudere lucht vanuit de poolgebieden ook langzaam afzakken. Maar niet naar onze omgeving. En de oceaanstoringen, ja, die zien we heel duidelijk terug hier op de kaart. En die blijven daar een beetje liggen. Want het hoge drukgebied die blokkeert als het ware de weg voor die depressie. Nou, kortom, de aankomende week vrij rustig weer. Met dan later volgend weekend voorzichtig de verplaatsing van dat hoge drukgebied wat meer naar het westen en naar het noorden. En dat zien we ook in de 30-daagse weerkaarten terugkomen. Want dat uh, hoge drukbastion in onze omgeving is in de week van 15 tot 22 november wat meer verplaatst naar de Atlantische Oceaan. En dat is voor winterweer een iets wat gunstigere positie. Alleen dan moet er wel sprake zijn van winterse kou, die af kan zakken richting onze omgeving. En in de week hiervoor zagen we in ieder geval dat hier in deze omgeving vooral zachte lucht werd aangevoerd. Ja, dus daar is gewoon geen winterkou voorradig. Bovendien, al komt er vanaf de Poolstreken wat koudere lucht afzakken, dan wordt die wel met een Noordwestenwind over het relatief warme water van de Noordzee aangevoerd. Dan warmt die lucht gewoon op. Dus nee, winterweer levert ook deze setting nog steeds niet op. Wel zien we dat de temperaturen iets onder normaal liggen. Er valt ook wat minder neerslag natuurlijk onder de vleugels van het hoge drukgebied. Ook aan de zuidzijde van de Alpen valt er nog steeds geen sneeuw. Dat is de afgelopen tijd wel aan de noordzijde van het Alpenmassief gevallen. Ja, en wat ik al zei: de temperaturen zijn wat aan de magere kant in deze fase van november. We zien een lichte afwijking in de min, en dat zien we op meer plaatsen in Europa. Ook in het Alpengebied en de sneeuw aan de noordzijde van het Alpengebied, die is gevallen de afgelopen dagen. Die zal er dan ook nog wel liggen. Dus heel voorzichtig kan daar al wel wat gewintersport worden. In Noord-Europa zien we eigenlijk geen afwijkingen. Dat wil niet zeggen dat het er niet koud is. Maar de weercomputers hebben geen duidelijke voorkeur in ieder geval voor een bepaald scenario in dit deel van Europa. Kijken we verder in de weken die daarna volgen, dan zien we vooral in de week van 29 november tot 6 december weer een duidelijk signaal wat betreft de luchtdrukverdeling. In de week ervoor is dat signaal gewoon wat zwakker, maar tijdens de maandwisseling zien we nog steeds hoge drukgebieden zich ophouden zo'n beetje rond de 50 graden noorderbreedte met het zwaartepunt in dit geval boven Ierland. Dat betekent dat hoge drukgebieden ook tijdens de maand Ervoor zorgen dat het relatief rustig weer is. En ja, in deze tijd van het jaar kan het tijdens de lange herfsnachten dan soms best wel afkoelen. Gereden kans dat er eens een keer een nachtje tussen zit in deze fase. waarin de temperatuur royaal onder nul daalt. Maar winterkou, dat gaat deze luchtdrukverdeling niet opleveren. Wat wel interessant is voor de winterliefhebbers. en daar gaan we de komende weken nog uitgebreid op terugkomen. is het feit dat we vooral met hoge drukgebieden te maken hebben. Geen. Boeierende weststroming met aanvoer van zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan. Nee, hoge drukgebieden voorkomen een stevige westcirculatie. En ja, dat kan het begin zijn van een heel ander stromingspatroon. Wat we natuurlijk wel nodig hebben om winterweer in de lage landen op te leveren. Of dat iets gaat worden de komende tijd, we gaan het bekijken. Aan de hand van de 30-daagse weersverwachting. Volgende week zijn we weer terug met een update. Tot volgende week.